Lekker laat, ik weet het, want deze week komt al dat nieuwe uitbreidingspakket aan, de Sims 4 Middelbare School, en ik ga nu eindelijk de trailer kijken. Ik heb oprecht heel weinig meegekregen van het pakket. Ik weet dat die stoel erin gaat zitten, dus daar ben ik natuurlijk blij mee. En ik weet dat er een nieuwe wereld is en dat het om middelbare scholen draait. En ik heb volgens mij hier en daar nog wel eens wat plaatjes of teksten op Twitter voorbij zien komen. Maar ik heb niet de livestream gezien die ze hebben gehouden. Ook geen blogs gelezen of echt informatie opgezocht. Dus we gaan gewoon echt oprecht kijken naar mijn eerste indruk van de aankondigingstrailer. Ik weet het niet zo goed wat ik hiervan moet vinden. Ik weet nog dat de trailerreactie was gedropt. En ik zag in Discord en Twitter allemaal mensen die enthousiast waren om een pakket. En echt niet konden wachten tot het er was. En toen zag ik in de weken die erop volgden dat sommige mensen toch een beetje aan het terugkrabbelen waren van de hype. Zo van, misschien vind ik het toch een beetje tegenvallen. Ik weet niet of dat kwam door de livestream die toen geweest is. Ik weet oprecht niet zo goed wat ik ervan vind. Ik kijk niet alleen maar naar, oh dit is leuk en dat wil ik doen. Ik kijk ook naar, wat hebben we al in het spel en wat is daadwerkelijk nieuw? Want we hebben natuurlijk al een pakket dat draait om het onderwijs met Sims 4 studentenleven. Dus echt het maken van huiswerk en het werken en het studeren. De lessen, weet je, dat hebben we al. Wat is zeg maar de toegevoegde waarde van deze? Want je ziet de Sims daadwerkelijk op school zitten. En dat hebben we natuurlijk bij studentenleven niet. Ze gaan die collegezaal in, dan wacht je een uur of twee en dan komen ze weer naar buiten. In hoeverre hebben wij impact op zeg maar de middelbare school? En ik zeg erbij, ik heb natuurlijk die livestream niet gezien. Dus het is echt puur wat ik nu allemaal zeg.
alleen op deze trailer. Dan hebben we natuurlijk de buitenschoolse dingen. Ik zag cheerleaden en sporters en zo. Dat is natuurlijk wel een nieuw impact op het spel. Maar ik zag ook dat ze bubbelthee gingen drinken ergens bij een terrasje. Dat ik denk, ja, dat is gewoon weer een nieuw drankje. Maar Sims kunnen al met elkaar afspreken en drinken bij een terrasje. Ik zag wel dat er pasfoto's erbij kwamen. Kermis die ik zag. Ik vond het heel erg Amerikaans wel. Je kan echt zien dat het spel in Amerika wordt gemaakt. In de Verenigde Staten wordt gemaakt. Door mensen die natuurlijk op een typische American high school hebben gezeten. Het gaf mij ook heel erg van die typische high school films vibes. Met en prom. En dan zo'n eindejaarsfeest met zo'n kermis en dat soort dingen. Wat ik nou daadwerkelijk echt nieuw vind aan het pakket. En of ik het pakket de €40 waard vind. Hè? Want besef wel, de Sims 4 middelbare school is dus een uitbreidingspakket. Wordt dus €40. Als je zeg maar, als ik nu gewoon echt maar los kijk naar de trailer. Dan is het dus een vrolijke trailer. Dus er gebeurt van alles. Het is ook echt een lange trailer, 3 minuten. Maar gewoon mijn twijfel is, in hoeverre zit er daadwerkelijk vernieuwende gameplay in? En hoeverre is het gewoon, ja, onderwijs alleen dan even een niveautje lager? Dus we hadden studentenleven, nu krijgen we middelbare school. Ik zag wel dat het detention was, dus dat je moet nablijven, vond ik wel grappig. Je zag op een gegeven moment sms'jes dingetjes en volgersdingers. En dat hebben we natuurlijk in andere trailers ook al gezien. En dat was toen meer voor de trailer dan dat je Sim daadwerkelijk daar echt wat mee kon. Dus dat is natuurlijk ook een beetje een dingetje. Ik twijfel nog. De Sims 4 middelbare school. Kijk, hier zie je dus ook echt Sims die in het pand zijn, die rondlopen, kluisjes en dat soort dingen. Dat hebben we bij de studentenleven natuurlijk niet. Want dan is het gewoon echt het grote pand. Ze gaan door de deuren naar binnen. Je bent ze een paar uurtjes kwijt. Hier zie je ook echt daadwerkelijk een klas. Gewoon met een docent voor de klas. Allemaal leerlingen die daar zitten. Dus mij geeft het de indruk dat je gewoon daadwerkelijk mee kan naar school. Zoals het ook kon met de Sims 3 studentenpakket. Nogmaals, ik heb natuurlijk de livestream niet gezien. Hè? Dus voor mij is het allemaal nieuw, dit. Nou, er zit dus ook een gameplay in wat dus buitenschooltijd is. Ja, en dan kan je dus of bubbelthee gaan drinken of je mag gaan nablijven. Cheerleaders, hoe Amerikaans kan je het hebben. Dit doet me echt denken aan de Love, Simon film en de Grease film. Dit is wel zo'n punt waar ik dus bij twijfel. Want hier zie je dus Sims die een ijsje aan het eten zijn, volgens mij. Ja, ijsjes kan je al met coole keukenaccessoires. Je kan al met bijvoorbeeld belevend samen naar plekjes toe. Je kan sowieso met volgens mij het basisspel al gewoon naar de kroeg om te kletsen en iets te eten of te drinken. Dus in hoe dit is voor mij niet vernieuwend. Kijk, dat die pasfoto's weer terug zijn. Volgens mij zat dat in de Sims. 2 of 3. Help me herinneren in de reacties. Maar dit hebben we in het verleden gehad. Zo'n pashokje. In de trailer is het trouwens niet te zien. Maar ik weet wel dat in een voorgaande Sims editie het een oh ja plekje was. En blijkbaar kun je op de foto met een geest. Pasmofobie aan de Sims, jongens. Dit vind ik een lastig dingetje, want je ziet hier dus weer van die sms-berichtjes. En dat hebben we volgens mij in een ander pakket ook een keer in een trailer gezien. Maar dat was meer voor de trailer dan daadwerkelijk voor het pakket en de gameplay. Kijk eens wat daar achter in de hoek staat. Het is mijn stoel. Het wordt nu nog een keer in de trailer laten zien met allemaal berichtjes. En dus blijkbaar ook allemaal, zeg maar op Facebook kan je natuurlijk vind ik leuk of een hartje geven. Of medeleven of grappig of verdrietig. En dat, zo ziet dit er ook een beetje uit. Dat je zeg maar reacties kan geven. Discord kan het natuurlijk ook, maar dat kan met alle emotes. Het lijkt wel alsof er een soort van social media component in deze pack zit. Check deze benen. Lichaamsbeharing. Eindelijk komt het eraan. En aan de ene kant snap ik deels de keuze dat het bij middelbare school komt. Want middelbare school ga je in de puberteit. En dat betekent natuurlijk ook scheren en meer haargroei. Maar aan de andere kant, we hebben net een weerwolfpakket gehad. En op dit moment lopen er dus allemaal mannelijke Sims in iedereen hun spel. Die dus in principe in een weerwolf kunnen veranderen. Maar zodra ze weer teruggaan naar een Sim, gewoon hele blote benen hebben. Promposals. Zo Amerikaans. Wij hebben in Nederland natuurlijk geen prom. Of in ieder geval ik niet. We hadden kerstbal. Ik weet niet. In Nederland is het ook niet zo dat je wordt gepusht om een date te hebben of zo. Want ik ging gewoon naar kerstbal alleen. En ik stond bij mijn vrienden en zo. Maar dat Amerikaans met proms. Je moet altijd een date hebben. Want anders ben je zielig. En die promposals worden tegenwoordig ook steeds groter en uitgebreider. Blijkbaar doen ze dat dus hier met zo'n bord die ze dan gemaakt hebben. Die ze ook zo plop zo. Ja, het is wel de aanzoekpose. Maar in plaats van dat er zo'n klein ringetje uit de broek zo komt, komt er opeens zo'n huge bord tevoorschijn. Alleen maar in de Sims, hè. Scheren zit erin. En ontsnappen zit er weer in, dus...
Ik ben heel benieuwd hoe dit werkt in de gameplay. Ja, hoe dit in elkaar zit. Maar dit is wel brutale meid dit. Nou, en dan is er prom. En dan laat ze in de trailer met plink, 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 plink. Allemaal verschillende setups zien. Dus het is niet zo cliché. We hebben prom en het ziet er zo uit. Maar er is dus blijkbaar allerlei verschillende soorten aankleding. Ik weet niet of dat iets is wat je in een minuutje kan kiezen van dit. Het wordt een romantische thema. Of het wordt een neon thema. Of het wordt een, weet ik veel, retro thema. Of dat soort dingen. Of dat je het echt zelf kan aankleden. Want ik weet natuurlijk dat er ook heel veel mensen zijn die vooral de Sims spelen om gewoon lekker te bouwen. Die bijvoorbeeld ook heel erg dol zijn op dat binnenhuis stylistenpakket waarvan ik de naam nu even niet op kan komen. Ja, dus ik ben benieuwd hoe dat precies in elkaar zit. Moet je gewoon klikken in een minuutje van dit wordt het thema? Of heb je daar echt heel veel invloed op met wat je zelf in de ruimte neerzet? Dan hebben we Prom King, typisch Amerikaans. En dan hebben we dit. Wat is dit? Dit herken ik niet uit de films, uit die Amerikaanse tienerfilms die ik heb gezien. Wat is dit? Really? Kussengevecht. Zo cliché tiener. En je middelbare schooldiploma krijgen. Dat is, weet je, voor mij ziet dit eruit als afstuderen. Dit ziet er niet per se uit als middelbare school. Maar volgens mij dragen hun op middelbare school ook al zo'n toga en zo'n hoedje. Oké, ik heb hier eigenlijk al een keer vorig jaar over geklaagd bij het landelijk leven. En ik ga het gewoon weer doen. Ik vind dit niet oké. De Sims is heel duur. Als jij alle pakketten koopt, alle uitbreidingen, alle gamepacks, alle accessoirespakketten, alle kitpakketten en het basisspel allemaal voor de adviesprijs, had je ook een auto kunnen kopen. En daarnaast vind ik de tijdframe vind ik heel kort. Want het pakket komt dus uit eind juli. En begin september vervallen deze drie items al. Dus je hebt eigenlijk net een kleine anderhalve maand om het pakket op tijd te kopen. Deze drie items te krijgen. Dus die gamingstoel, die ledlampjes en dus de draadloze speaker. Wat alle drie hele leuke items zijn om te hebben in je spel waar je best wel veel gebruik van zou kunnen maken. Ik vind anderhalve maand erg kort voor een pakket wat 40 euro waard is. Voor een spel wat in het algemeen duur is. Voor een spel waarvan de doelgroep vooral jonge mensen zijn. Middelbare schoolleeftijd en twintigers. Ik denk dat dat de meeste mensen zijn die dit spelen. Die moeten het vaak nog gewoon hebben van een bijbaantje salaris. Ik ben geen fan van deze actie. Ik snap de marketingtechniek erachter, maar nee. Ja, en de Sims 4 middelbare school komt dus uit op 28 juli. Waarschijnlijk al om middernacht. Dus dan hoef je niet eerst de hele dag te zitten wachten totdat het 7 uur 's avonds is. Maar kan je waarschijnlijk meteen al om middernacht spelen. Ik weet het niet zeker, maar met uitbreidingspakketten doen ze dat altijd. Zo'n midnight roll release. Het is altijd met de accessoirespakketten en de gamepacks dat je echt dan de hele dag moet nog wachten totdat het 7 uur 's avonds is. Maar ik weet dus niet zeker. Dus sorry als ik het fout heb. Nou ja, met één trailer. Ik had net natuurlijk al gezegd dat ik best wel mijn twijfels heb over deze uitbreiding. Maar we gaan het gewoon binnenkort lekker spelen. Ik krijg van EA weer een code om het met jullie samen te gaan ontdekken. Het is wel een early access code, maar ik heb best wel een drukke werkweek deze week. Dus of ik een early access stream ga doen, dat wordt heel lastig. Join gewoon mijn Discord of check even de reacties hieronder als je geen Discord hebt. Want ik zal dan in de reacties hieronder zetten wanneer ik live ga met deze pack. En als de livestream al geweest is, zal ik het linkje erin zetten. En laat ook weten in de reacties wat jullie ervan vinden. Ben jij zo iemand die dus helemaal in de hype zit en niet kan wachten? Heb jij ook je twijfels? Ik ben er wel benieuwd naar, dus laat het weten. En tot snel!